لك يا 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 Moerman, kopraal. Moerman? En maar Moerman, op je dubbel om je parade grond. Weg is jij, man! Dat is een joke, hè? Dat is een joke. Oké, okay. Allemaal voor jullie. Op je dubbel om je parade grond. Weg is jij, man! Jij ook dubbel eerst. Kom nou, kom nou! Dubbel eerst! Kom, 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 drie man, drie! Op je plek, man! Moer, man! Wie heeft op is die water? Stoer. Een hele toekomst raakt zomaar weg. En ik zou elkaar gaan een movie zijn party doen. Alles is geopend. Je maakt wat voor jou? Dat ik jou niet kom af. Ik ga ons bol afloos. Wat doe man? Weet je wel een oude man? Nee, nou, die manier. Onze stank rijk ook uit. Mijn pa maakt niet veel de mamie blazen dat het babbels is. En hij is het zo goed, iemand gaat eerst weetjes staan. Dan praat maar, want je ek leest er niet. Hé, die meisje wat ik denk ik je aangeleerd. Goed, kijk zo warm. Als je zo aan mijn vat, dan maak je het toe. Ja, ik ben zo grand als een ferry en een levy. Moerman! Wat is het daar? Het is een reus, papa. Natuurlijk is het een reus. Denk je, ik is blind. Ik wil weten hoe kom je daar. Ik heb hem daar gesteek op, bro. Oh. Nou, als ik me mag vragen, hoe kom ik hem daar? Ik kan voor reuzen kopen, bro. En, waar is dit twee uur zo'n pakje? Ons is een beetje op een naweek pas, kopen, bro. Zeker schoenen? Waar is je pak? Pas is gecanceleerd. Haal u die roos. Jouwe gaan je bij je jammer wees, Maaikie. En jij de verleers, kijk hoe ik jou knoppen. Waar is jouw naweekpas? Ik zie je maandagochtend 8 uur in die RSM'se kantoor. Alles in hierdie kamp is maar een grap.
Hoe laat begin hy party? Nou, wat maak ek nou saak? Jy het my genooi vir 'n party. Kom ons gaan. Dis hy wal, jong. Dis skrik jy. Ja. Maar ons kan nie sommer die huis stap nie, man. Sip, is jou suster verjaar. Kom jy of kom jy nie? Jy, yeah. Wacht voor mij. Hallo? Hallo, ma. Ja. Ja, ik is bij die statie. Ja. Ja, natuurlijk het ons pas gekregen. Ja, maak hem in, moos. Ja, ik zal niet van ma liggen. Oké. Okay. Right, kom alles nou. Okay, bye. Kom. Hey. Hallo. Hallo. Hallo, ma. Ja, hoe ga je met jou? Lang laatst gezien, hè? Ja, dat heb je mooi. Een beetje gewicht onder. Hallo. Hey. Hallo. Sorry, zo weggevoerd geraakt. Dit is mijn ma. En dit is mijn sissie Helene. Frans Moerman. Ach, nou maar kijk. Jij hele sissie, hoe lekker met jou, man? Hi. Je lijkt oké, okay, maar was je figuur, hè? Maar Frans moet eerst een duim maken bij zijn broer. Oké, okay. Kom hier, stap. Je zal terugkomen, kan ik? Ja, dank je. Tot ziens, mevrouw. Voorlopig. Je moet maar je kop uitkrijgen. Ik heb een op de straat gekocht vanaf ik 8 jaar oud was. Waarom had ik niet vandaag geleerd, ik niet. Maar ik heb daarom iets bereikt. Ik strijd niet, wissel. Je hebt 2 jaar gaan mos om architect te worden. 2 jaar en hoeveel duizend rand. En dat is maar niks. Dat is mijn bezigheid. Het was jouw bezigheid dat je mij kon vragen om je te helpen. En als dit is het niet gekomen, ou boetie, die antwoord is nog steeds niet. Ik werk voor mijn geld. Ik heb jou niks kon vragen, nie, wissel. Heb je jou destijds gezegd om werk voor mij? Maar niet eens mijn harte kwas. Nou goed, neem maar aan. Ik wou je wissel. Ik en jij is weeskinders, Oudorie. Ons nest is niet uitgeteerd met randnoten. Nie. Ik zei ik wou je wissel. Nou goed, als het jouw ring is waai. En als je enige guts hebt, zal je zelf die mas opkomen zonder om een ander oor te kijken. Mam nou op om my koeldrank te gee. Ek is al moe groot. Ek sal nie doodgaan van 'n ou buurtjie so nou en dan nie. Ek hoop nie jy het leer drink in die kamp nie, Sal. Ag, wat 'n ou buurtjie nou. Maar dry is safe soos 'n vis as paal met gie. En maak klaar nooit daaroor nie. Mens praat nie so oor ander mense nie, buitendien is nie waar nie. Ek weet nie wanneer hy swat nie. Hy is altyd hier. Vir 'n finale jaar medies het hy vreeslik baie tyd. Sy oulik is hier. Was niks met hom verkeerd. Ja, hy is omtrent so oulik soos 'n oor rij popo. Hij is een rechte boks. Hallo, pa. Hallo, mijn ding. Hoe gaat het met je? Lekker dag gehad. Ach, zo, zo. Krijg pa die kar beren. Goed, maar je stamp om nu, hoor. Maar ook zelf. Gaan het. Maar achterna. Dankie. Die saak afgelopen. Ah, nee. When I walk down the streets,
see the people who stop and stare and say, have I not seen that face somewhere a long time ago? When I walk down the street, see the stranger who says, why hi, with a how you going, buddy? When you walked on by, I thought I'd say hello. They say, haven't I seen your face before? Weren't you the boy that used to live next door? Weren't you on television every night? Haven't I seen you? Is that a reject? Is that Bell? France. Look at me, I'm yesterday's hero. Yesterday's hero. That's all I be. Take a look at me, I'm yesterday's hero. Yesterday's hero. It's all that I'm gonna be if I don't get together. Make a new start and be somebody better. All that I'll be if I don't get together now. When you walk down the street. Thank you. Hoekom los jy nie maar die werk, Karin? Jy sal toch nie vanavond veel uitgerig kry. Kan jy nie die kinders vrou nie muziek op die sak vir gesit? Ek sal nou vragen. Ek het Helene specifiek gesê, hulle behoort nie te daas nie, maar ek kon net sowel met myself gepraat. Een mens is net een keer in jou leven 20, Charles. Los hulle nou maar. Ja, voor sy 20 is geen rede om selfsugtig te wees nie. Sy weet, Dreyer kan nie met sy been daas nie, maar dit pla haar nie. Dit is hulle twee se saak as ek nie. Ons gaan toch nie haar verjaarsdag vra bederf. Toch is vrouw mij nooit. Ik is maar een starige. Zo, jij komt van Pretoria. College Pretoria. En je sleep? En ik sleep. Betekent dat nou je is erg bounce? Maar nog meer? Ik zie. En as ek eenhand niks te doen het nie, en Dreyer is nie nabij nie, en ek bel jou en jy het niks te doen nie. Probeer jy my dat? Is my nog meer die plan? Ken julle ons, meer bek is binnen goed. Sies man, ek praat hem lelik. Jy lyk soos 'n hoender wat tampa sit. How to win friends and influence people. Wie is die Frans vent wat jy aangebring het? Man, hy ou bring een baby aan, nie een pelly. En nou, hoekom vraag my selfie? Ek sien hy nie leentjie strijk het sommer steam. Net nou vat hy haar nog weg op. Ek kan maar probeer as hy dink hy is mooi genoeg. Wil jy ek moet hom sê? Man, jou grap is nie duidelijk. Is jy wil, Dreyer? Daar is mense met kunstbene wat dans. Met jou is dit alles hier. Ek sê nie liever jy wil nie dans. Oké, kom ons los het. Dan is ons weer aan mekaar oor niks. Is net, dans is nie my idee van lekker partijkie nie, is al. Nou wat is jou idee van een lekker partijkie? Om jylle aand in die hoek te sit en drink? Ons kom gaan fliek het. Dreyer, het is my verjaardag. My ma het besluit om van die partijkie te gee. Toevallig sy lief van my ons het gedink is goeie idee en Kappie soek. Ja, te bring jy soms sy weeshuis vriendje ook saam, nee, shit. Dreyer, dit is ons huis hier en ons kan mooi wie ons wil. Buitendien is die sy skuld dat hy die weesies uitkom nie. Ja, seker. Dis net ek het een pes aan weesies wat die heel dag loop en sympathie soek. En ek het een pes aan mense wat een gebrek gebruik vir sympathie. Dit was een gemene ding om te sê. Ek is jammer, Dreyer. Ek het nie so bedoel nie. Ek is ook jammer. Dis net, ek is jaloers, kan ek nie help nie. En toe? Geniet jy die paard? Excuse, ek sit langs jou meisie. Jy kan maar sit as het jou genot verskaf, wie sê ek om te klaar. Sy behoort mos nie aan my nie. Kom, Dreyer. Sy groet ons by die weeshuis hoor. Luister!
Misluk ons slaan nie graag aan slapap nie. Maar as jy ons soek, sal jy ons kry, okay? So loop nou, liever. Wat nie met jou nie, kyk, en ek praat met Luisga daar. Wat sê jy daar? Jy het bang vir voor die moeilikheid kom. Nou, ek is nie bang vir moeilikheid nie. Hoor jy? Jy weet nou baie reg, voor ek jou hier uitsmeet. As jy jou soos 'n vark wil gedra, gaan doen op jou eie huis, waar allemaal aan jou gewoond is. Toe wij nou, voor ek my vererg. Okay, ek waai. Prijse wen hierin, dis maar seker. Hy kan bly wees, hy leef nog. As hy Frans om gisteraan vererg het, dan is hy dreier nou op een slijp in die mortuary. Kyk, die atmosfeer is volgens so dik, en jou mens kan stik daarvan. Soos hy nog iets verred, dreier, waai. Okay, is hele lot vir julle nou harde getrek, en dit net omdat ek op my regte gestaan. Maar wat my betref, het jy geen regte nie. Okay. Dit is gewoon stil om nie, Lienke. Is ek een vent. Skies, Frans. En dan sien die hem ding nog kroppel op. Jappie. Hey, luister, boetie. Kuier jy bij, Lienke. Ek het een paar draaikies om te loop. Ek krijg jou so 10 uur en sneek ons terug. Boetie word nou mooi groot, hè? Hey, luister. Ek voel jy al so groot. Hy het achtergekom as een verskil tussen die soentjies en die dochterkies. Cheers. Kom eens gaan in, dan gaan bijna zo goed en drink ons iets. Het zal lekker wees, dank u. Alles wat ik gisteravond gezegd heb, ik bedoel jullie. En bij Nien lijkt dingen tussen jou en Ruy niet te lekker. Hij zal wel morgen of oormorgen weer bij mijn ankel. Ik krijg hem weer jammer. En dan maak je dat weer op. Ik en Ruy was zo op school van gedeeld. En gekeis van staan het achter? Nee, ga. Zou jij vanaf een half ernstig worden? Ik weet al manier om uit te vinden, zee hem af en kijk of je om is. Om af te zee? Je maakt een grapje. Ik heb hem zeker al 15 keer af. Je weet je, Linkie, ik denk dat het tijd dat jij roekeloos gaat. Wat van Flik woensdag aan? Hé, hey, lijkt me eens rechtig ernstig, hè? Ja, ik heb je moest gezegd. Dankie. Ik zal aan moeten denken. Hey, wat is aan moeten denken? Jij zei ja en ik vat je, of je zei nee en je is ontslaafd van mij. Is dit een belofte? Nee. Dat is een dreigement. En zei nou ik zei ja? Dan vat ik je Flik toe. Oké, maar op één voorwaarde. Ons gaan Flik toe, ons kom huis toe, ons sê dankie, tot ziens. En dat is einde daarvan. Hoekom? Oor Dreyer, dis hoekom. Lyk nog van jy het gesê. Hey, ek gaan nie my en Dreyer se gekuis met jou op enig met anders bespreek nie, okay? Okay. Maar ek wil net waarskie. Ek sal nou, nou. Soos ek sê, of glad nie? Check jy? Misschien. En baie dankie. Ek hoop jy kom in die moeilikheid nie, jong. Sien jy hoe ze gaan? Frans het. Wat die leef? Weet jy of jy die rechte ding is nie? Jy gaan nie uitsieken nie, gaan nie. Okay, kom ze gaan. Ga daar, Frans. Hou waar jy leef.
Nommer hang en naam. 714-090-926. Weerman Frans Moma. Waar is jou uit die boek? Kom, Sam. Mij gevangen? Escort op beschuldigde. Ah, dag! Wat? Pas! Niks, wacht, niks, wacht, niks, wacht, niks! De aanklachters is dat genoemde beschuldigde wederrechtelijk en onwettiglijk afwezig was zonder verlof voor het tijdperk 14 juli tot 16 juli. En dat genoemde beschuldigde onschuldig gemaakt heeft aan gedrag tot nadeel van militaire discipline. Wat pleit je op je eerste aanklag? Schuldig. En op je tweede aanklag? Schuldig. Ik vind je schuldig op beide aanklachten. Heb je nog iets te verzachten te zeggen voor ik je vonnis? Nee, kapitein. Geen vorige veroordeling, kapitein. Ik vonnis jou tot 7 dagen. Detentie opgeskort voor 3 maanden. Alle naweekpas voor de volgende 4 weken wordt gecanceleerd. Was hier de beschuldigde? Goed, kapitein. Beschuldigde in escort, ontkip! Wat, baas? 7 dagen, GB. En het niet door de oude liefers van zijn family. Maar ik dacht, ik zo zie vanochtend, ik kan een sein van hem maken. Zeker weer heeft die bed uitgeskokt gisteravond. Die man is in die draad hou, nie, dis verseker. Als jy hierdie naweek wegstip, wie wat hulle met jou gaan maken, hulle gaan jou nog hier weggie. En dan moet jy die vorige 7 dae ook sit. Nee, op jou, geen meisjes dik werk nie. Ek het hulle dit gemis, en hierdie gaan ek nie mis nie, Jukker. Ja, maat, die leentjie so dik gekuis, jy het jou milie se kans aan een hoender op nie. Nee, jy is ook een ander pel, jy. Ja. Is jy nou genuine, Mauwera? Ja, genuine. En wanneer het alles gebeur? Van die ma die eerste keer in haar oor gekyk het. Ja. Hier, luister. Ik zeg je wat. Kom even vergeet dan, hè. Sommer chop. Nee, chef, als je zo'n oude ding wil heen, dan vat je. Ja, maar je is maar overgedoos met jou, jong. Kijk achter de valiant! Ja!
hebt maar niet aan die kant van die ding, man. Zijn voorwerp. Nog, nog. Hey! Hallo Lilian. Kom maar. Ik heb veel gewacht dinsdag al. Dat is jammer, hè. Dat het ons wel vanavond opgaat. Heb je vandaag gepast? Nee, maar ik wil jou niet zien. Wat kan ze? Voor jou had ik innige kans. Je moest er zeker aan uit. Denk je zou kunnen aan dat ik mijn haren terug maken? Ik zal proberen. De Valier. Jij die week geniet. Ja, lekker, dank je, kopperal. En zal ons weer eeuwen? Niet zo, meneer kopperal. Waar is Moerman? Moerman? Hij zit op je pompje, kopperal. Hij zit die hele dag op je pompje, kopperal. Hij is zo ziek zoals een hond, ik zweer. En omdat het ons dag is. Dus ik denk, iets kan gebeuren. Iets wat alles kan veranderen. Het is de eerste mens met wie ik hier praat. Misschien is het... omdat
wanneer iemand alles het en so baie het om te verloor. Sien nou iets gebeur tussen ons, Frans? Wat kan met ons gebeur, Helentjie? Ek's bang vir ons twee. Maak ze zee, Linkje. Ik is nou daar. Dat is mijn meisje daar, Moeman. Ik wil je niet weer naar bijzien. Maar ja, als het geen moeilijkheid gaat tot je op het toneel verschijnt, dan zeg ik veel blijheid met partijt. Man, zij kan besluiten. Oké, je van die luisteren. Nee. Wat ga ik nou maken, Moeman? Ik ga een MP's bellen. We gaan je opsluiten als ik je vertel, want je hebt niet een naweek vast. Ik weet wat met jou en Chappies laatst week gebeurd. En jij denkt, als ik nou waai, dan is je leenskielik weer lief voor jou. Jij denkt maar min van haar. Ik ga nou wel, mijn man. Ik schat het geef zo'n kwartier tijd om haar tot ziens te zetten, tot je kom op. Maar hij was hele naweek hier, kopperal. Hij het nooit zijn voeten hier uitgezet. Wel, daar is een klacht gelegd. Ken jij een draaier? Ja, Susan, dat is ook wat bij mijn meisje aanleg. Hij was bij kerkpraat ook, Susan. Ik denk die draaier lieg. Dan is gewoon onderzoek en stel. Heb jij pas gehad die naweek? Nee, Susan. Jy het geluk, Moorman. Dis nou een ding van jou. Jy het geluk. Wat 'n alibi. 'N desyn getuigs. Mijn ma gepraat. Ze is nogal bekommerd lijkt het voor mij. Ik ga echt vanmorgen op de dag. Ik is blij dat je gekomen. Ik ben vanochtend weer weggeslapt, maar het chapje zit amper stuipen gekregen. Ja, dank je. Blijk amper zo'n zombie neus mee, man. Yes. Kan ik hier weer uitkomen? Ja, wat twee weken. Ik ga echt van hem met waai. Hoe lang schrijf je mij op? Ik is familie, man. Hij is zomaar net een common roof. Wat denk je kijk? Ik is de koning van de lachmacht. Oepsie. Tada, jullie. Zo, je zijn nou zomaar lekker gegrees en gesprei voor 40 dagen en 40 nachten, mijn kind.
My ma gaan wonder waar ek is. Hulle weet ek het jou kom haal. Hulle weet ons moet praat. Het jy klaar besluit? Ek dink so. Al as jy klaar besluit, dan is daar seker niks wat ek daaraan kan doen. Jy kan gerus 'n bietjie nadink of die hele besigheid nie maar net 'n skielike verliefdheid is nie. Wag man, laat ons net klaar praat. Jy is 'n impulsieve mens en jy weet dat. Jy raak soms emosioneel oor 'n ding en dan môre oor môre lag jy daaroor. Weet jy, maar hierdie keer is dit iets. Wat is daar tussen jou en hom? Sê my. Is dit die eerste verliefdheid oor is waaroor gaan julle praat? Jy en ek ken mekaar te lank dat alles tussen ons sommer so in 'n week of twee tot nie kan gaan. Ons was nog altyd baie eerlik teenoor mekaar. Kan jy in alle opregtheid sê dat dat jy geen niks gevoel meer vir my het nie. Ek weet nie. Kom ons praat dan maar wat toe. Die dinge tussen jou en Dreyer is omtrent finaal. Ag, ek weet nie. Eendag het ek gedink ek en Dreyer sou begin trou, maar volgende dag is alles net verby. Twyfel jy oor Frans? Ja, as my ons dan moet leer. As ek en Frans by mekaar is, dan is het so lekker, mams. As hy weg is, dan met indien ek jammer vir Dreyer, dan kan ek nie help nie. Als ik voor jou kan raden, wees eerlijk met de albei, met Frans en met Dreyer. En zie voor Frans en met wie je nog een kans geeft. Hier jy van 'n herrie, maar vir arme ou chappies niks. Nee, wat? Wat chappies? Ek kan ons maar kaspeer, wie is daar nog so dan? Hier is 'n boksie vir skyk of niks. Ja. Liewe Frans, ek dreig al lank om die brief te skryf, maar elke slag as ek begin, begewe my moed my. Ek sou enigiets gee om jou nie seer te maak nie. Maar ek twyfel, Frans, oor jou en my. Dis nie dat ek alles tussen my en jou tot niet wil maak nie. Dis nie dat ons mekaar miskien vir 'n ruk lank nie moet sien. Miskien sal dit my help om sekerheid te kry. Wat nou? Huh? Hey, ek is jou pel, man. Sê my, wat is verkeerd? Dreyer of weer by jou sister, dis wat verkeerd is. Nou, oké, ek sê jou wat. Jy gaan, Chappies, kyk, ek luister nie meer na jou nie, nie na jou sister nie, nie na jou hele familie nie. Maar so, wat gaan jy maak? Wat ek gaan maak is my besigheid. Kom ons bel by die college of 'n boodskap stuur of iets. Ek weet wat ek wil doen, ek het jou hulp nie nodig. Hey, is nie nodig om my rug af te wees nie. Ek het niks gemaak nie. Chappies, jy bly van my rug af, oké? Okay. Jy bly van my rug af. Kom, man.
Hoe kan ik eerst zijn kost in vrede eten? Van de hoop wat mijn kom net. Dus jij weet wat gebeurt? Nee, ik weet niet. Waar gebeurt? Waar is Moerman? Moerman? Ik heb gehoord uit moeilijkheid bij die huis. Ik zal niet verbaasd wees, hij is bij zijn broer hulle nie. En waar is die broer? Elsa, nou vraag je mij. Joey is ergens. Hij is een drukker of een ding. Ik hoop je ligt voor mij niet, de Villiers. Wat je maar gezegd mag misschien waar wezen. Ik heb in mijn leven Tyler nooit gekregen. Ik weet wat ik wil doen en ik zal het doen. En als ik bij jou moet wachten, dan wacht ik 10 jaar. Ik weet het ook voor jou. Je hoeft niet jezelf verschoning te maken. Ik heb nog nooit verschonings gemaakt van wat ik is en waar ik vandaan kom. Ik weet niet. Ik is 22 en jij is 20. Ons heeft tijd geweest. Ons heeft tijd. Ik weet het. Je bent mij net geloos ik je zei. Niks af ander wat ik je voel. En is je kwaad dat ik getwijfeld? Alles is zo schielijk gebeurd. Dat was daar dat ik niet geweten had waar ik met mezelf of met jou stond. Want hij heeft me die angerkie gegeven. Bij verjaardag heeft hij gezien dat het onze tweede dag is. 14 juli was nog altijd voor mij dag van geschenken. Altijd winter op. Ik smal er die winter. En die hangertje die jij van het kom draag. Ze is een gelukbringer. Een schermengel bijna. Jij is bijgeloof. Ik is Frans. Voor zeker goed is. Voor geluk is ik altijd bijgeloof. Jij was mee. Als hier komt helemaal, wat mij wordt. Ik zie eerst een meer te dag. Hij wil werkelijk boetje cyber grafmas. Meneer Moerman, zeg mij, je weet niet of hij nooit of iets in verzet niet. Ja, had je nog opgebeld, was je pad naar haar toe. Zijn ik zou het verder van hem doen. Luister, ik heb een bijwerk, ik nou afgaan. Ik wist naar de missie van mij, joh. Hij is niet een gewelddadige type, nee. Kaptein is die derde keer naar rij dat hij wordt. De vrouw Wester zei, dat is geen bewijs voor Laas weet niet. Maar ik ken de weg door als ik het zie. Het is een dom ding om te doen. De moeman is niet dom. Ik denk dat is ergens een fout. Ik strijd niet, kaptein. Maar als nog dan ze oortreden. Als een man brengt, wil ik hem zien. Je hebt helpt niet met een straffe kerel aanhouden, en daar is ergens een risk bevlast. Het is allemaal opgespoord. Nog niet, kaptein. Maar dat zijn meisjes zijn adres bij haar broer gekregen. Draai de Villiers in die handen kruid voor ik kom. Met jou terug.
dan nie weg gaan, jy bly volle dag en nag weg. En jy kom jy ewe kalm aanmeld, dit terwyl hy opgeskort of alles oor jou kop hang. Besef jy die ergens van die saak? Ja, kaptein. Nee, ek doen nie so nie. Gamajoor, wie is die welse officier hier? Luitenant Reineke, kaptein. Kan jy af ons kruis blijf? Goed, kaptein. Oorman, ek dink daar is kort iets met jou privaat saak. Is dit so? Oorman, ons wil jou graag help. Ek kan nie sien dat een van my man uit die moeilikheid kom nie. Ek kan jou help. Ja, kaptein. Let dan kyk of hierdie man aan die plaat kan kry. Anders moet ek om die tensie te stuur. Sit nou, man. Kyk, jy hoef nie my te praat as jy nie wil nie. Maar die weermag is nie onsympathiek nie, al dink jy so. Ons weet dat jy nie hierdie dinge sou gedoen het sonder 'n baie goeie rede nie. Het jy dalk 'n baie ernstige dryfveer gehad? Laat dan met alle respek gesê, my besigheid is my besigheid. Miskien is dit vir jou vreemd omdat ek hier is. Miskien moet jy eers 'n bietjie nadink. Nee, dankie, Luitenant. Goed. Ek waardeer jou standpunt. Is jy waarskynlik 'n sappe oor jy nie graag wil praat nie. Maar jy moet onthou ons is jou vriende, nie jou vyande nie. As jy dalk later voel jy wil my gesels, dan kan jy dit vir my vra. Waar is jy ook in detensie? Gaan jy daaroor nadink? Goed, Luitenant. Daar was nie dalk iemand anders wat jy wou sien nie, kapelaan miskien? Nee, dankie, Luitenant. Dis jy met jou stupid brief wat alles veroorsaak. Hy is vir 7 weke daar binne ook al en dis nie pudding nie, dit verloof ek jou. Nou wat wil jy met ek sê? Ek is jammer. Ok, ek is jammer. Sal dit help? Nee, dit gaan nie help. Nee, kom ons verduidelik dit. Wat verduidelik dit? Dat hy 'n meisie wou sien. Elke ou in die kamp wil graag sy meisie gaan sien. Maar as almal eiwel, waar is die lugmag dan? En daar is nog iets. As pa en ma even van die ding gaan hulle jou vrek maak. Pa en ma weet van Frans. O ja? Weet hulle ook dat hy in jou woonstel geslaap het? As ek hom my volgende moer in die hande gekry het, ek sy nek gebreek. Dis nie net sy skuld nie. So wat sê ek nou van Marla? Ag, Chips. Dit het een keer gebeur. Ek gee my woord, dit sal nie weer gebeur. Met ander woorde, jy en Francis uit? Nee. Wat is dit met julle twee? Ek het altyd gedink jy's die koelkop. Ek is lief vir Frans. Elsies, wie hulle wat julle doen? Ek hoop so. Sal dit help as ek sê ek dink julle is simpel? Oké. Kan hy besoekers kry? Ja, ek skat so. Ek sal moet uitvind. Maar luister, daar is nog iets. Ons gaan grens toe oor 2 maande. So jy en Frans gaan nie veel van mekaar sien voor ons gaan nie. Ja, ik wil...
Herman Frans Morgan zien. Als ik net die omdekje wacht, vind ik jij. Oké. Okay. Hey, Marianne, hartje verloren. Het is geen reden waarom iets verkeerd moet lopen, Helene. Ach, alles loopt verkeerd. Jou en mij, omstandigheden. Het is tijdelijk. Zolang ik en jij niet veranderen. Ik is moedeloos, Frans. Ik kan niet werken, ik kan niet concentreren. Ik zit zo nog aan de top van jou. Als je spijt dit moment. Helene. Er is iets verkeerd. Nee, natuurlijk niet. Is je zeker? Natuurlijk is ik zeker. Ja, dat is een beetje zo. Meneer Rubnamer, mijn dochter. Mag al een keer eens. Ik wil Charles X heel bij die woon dat ze verkleend waren. Tot ziens. Nummer gaaf. En wat maak jij hier, mijn schat? Papa, om de tijd. Natuurlijk, de tijd. Wat kan ik voor je doen? Kom, papa, praat. Nou, maar goed, kom eens en drink zo'n beetje thee of zoiets. Als papa niet omging, nee. Ik moest liever naar papa's kantoor te gaan. Nou, maar goed. Dan gaan we maar naar mijn kantoor toe. Kan ik voor jou een beetje thee bestellen? Nee, dank je, papa. Nou, maar goed, kom eens hoor, wat is jouw probleem? Ik verwacht, papa. Hoe zijn ze hier? Je hebt nog niet. Wie weet allemaal? Niet ik. Papa. Ik kan het niet geloven. De eerste keer. De heel eerste keer in mijn leven weet ik. Je bent er weer zonder mij toe te komen, niet waar? Meneer Heuvelin, ik ga jou niet verwijten. Wat maak ik nou? Ik weet niet, mijn kant. Je bent naar mij toe gekomen omdat je raad nodig hebt. Op die ogenblik heb ik geen raad. Ik zou moeten ouder danken. Heb je al geëerd? Ja.
moet jy nie met mama daaroor gaan praat? Ek weet nie. Ek weet, ek dink papa sal beter verstaan. Goed, ek gaan eerlik wees met jou. Ek mag dat later anders besluit. Maar vir die oomblik dink ek jy en Frans met van alles vergeet. Vergeet? Hy kan nie met jou trou nie. Op die oomblik is dit prakties onmoontlik vir al twee van julle. En buitendien, die helfte van alle egskeidingssake wat by my uitkom, begin soos die ding van jou. Julle dink trou is 'n kitsoplossing. Dis nie my kind. Papa, asseblief, ek gaan nie vir Frans los nie, vergeet daarvan. Op die oomblik is dit nie die tyd om daaroor te praat nie. Al twee van ons is te omgekrom. Kom ons slaap nou. Ek wil nie terug in Pretoria toe nie. Ek wil nie in die lewe ons te gaan sit en dink nie. Hoe lang weet jy dit al? 2 weke. Ai. Sal nie kalm nie. Jy kom vertel van my dogter, wat gaan ek kan. Betty, asseblief. Ek dink dat so skande oor ons huis bekom en ek het haar gewaarsku. Ek het vir haar gesê, los die man uit. Marie, jy weet mos altyd beter. Betty, asseblief, moenie dinge sê waaroor jy later spyt sal wees. Spyt wees? Ek spyt wees. As ek het myself goedkoop gemaak. Betty, kom ons gaan sit en dan praat ons die ding uit soos groot mense. Julle familie, die julle buurt, almal wag net dat so iets met ons moet gebeur. Betty, die buurt en die familie is nie nou ter sprake nie. Wat nou ter sprake is, is ons dogter. Oor my dooie liggaam sal sy met daai man trou. Mamie, luister asseblief. Bly jy stil. Ek het my lewe lank na jou en jou pa geluister en nou te klaar geluister. Nou maak jy wat ek vir jou sê. Pop, gaan stap jy liewer 'n eentjie. Mama en ek moet klaar praat. Die kind verwag, Betty. Geen verwyte of hysterie gaan enigiets aan die saak verander nie. Dis 'n feit. Al wat ons nou moet doen is om haar te help. Ek is moeg om na jou redeneringe te luister asof ek een van jou bewonderaars is. Hierdie ding is jou skuld. Wie het vir haar die woonstel gekry? Jy het. Goed, ek het vir haar die woonstel gekry. Maar toe sou Elma nog by haar gaan bly. Ek kan nie alles voorsien nie. Hoeveel keer het ek nie gewaarsku teen hierdie ding nie? Hoeveel keer het ek nie? Dis verby, Betty. Jy gaan niks aan die feite verander nie. Al wat jou verwyte gaan doen is om nog meer ongeluk te veroorsaak. Ek wou daardie baba nie in my huis hê nie en dis finaal. Kan ons asseblief nie verantwoordelik wees nie. Sy sal nie met haar man trou en sy sal nie haar lewe weggooi op 'n onegte kind. Verstaan jy my, Charles? Ja. Ons gaan vir jou help, my skat. Maar oor een ding voel ek en mama baie sterk. Ons sal reël dat die baba aangeneem word. Dit is die enigste verstandige uitweg. Niemand hoef te weet nie. Jy kan Kaap toe gaan daarvoor en as jy terugkom, dan sit jy net jou normale lewe voort. Reg, ja. So? Dis Frans se kind ook. Vergeet van hom. As hy weet van die kind, sal sy plig besef om met jou te trou, nie sy liefde nie. Hy moet nooit weet daarvan nie. Dit sal hom nooit kan vergeet nie. Ach, as mens jank is, dan lyk alles onmoontlik. Julle laat het soos 'n sonde klink om jank te wees. As mens jank is, beteken dit nie. Jy kan nie lief wees nie. Thank you.
Nacht, Cobra. Wat zoek je die tijd van die nacht aan aasplak? Het is kos, Cobra. Je zoekt kos? Ja, het is hier. Het is hier honger, Cobra. Ik denk ik het de vorm. En nu zoek je kos? Ja. Excuus, Cobra. Mag je in je barak om anders rapporteer ik je? Dank je, Cobra. Wat hier hadden we hier? Het is zomer niet met donderwalkies, Cobra. Doe maar, goed, is oké. Okay. Vijf gekregen ook. Aha. Ik kom maar zeker, ik is dik aan die putten. Kom, ik koop je het op. Ah, lekker weer, dank je. Oh. Maar Frans komt vrijdag uit. Ik weet. Zo, al vanaf, kom maar door je. Heb je hem gezien? Briefje gekregen. Je hebt hem de laatste twee zondag niet gaan zien. Ach, ik was bezig. Dit zijn werkstukken. Ik was helemaal niet bezig. Kijk, Meerkat. Frans is mijn goede pijl, maar ze is skielik afgekoeld, dus oké met mij. Het is jullie twee kiezen haarkies. Het is niet dit niet. Ik praat er iets anders toe. Je vrouw niet, wat zei Frans in die briefie? Wat zei? Ik kan voor pa en ma liggen, misschien voor Frans ook. Maar ik heb jou geleerd liggen. Je bluft mij niet. Nou goed. Ik is klaar met Frans, dus wat verkeerd is. Ik is klaar met om in een eind van die story. Waar heb je wat gemaakt? Niks, het is mijn bezigheid. Zo. Die een dag kijk je mij in de oor en je zei het voor Frans lief en dan gaat niks tussen jullie komen en al die jazz. En de volgende dag is je klaar met om eens terug bij Dreyer. Ja. Met de aard tussen Grand Hotel. Ik denk dat ze damn grunt gaan op doen.
Hij leeft al 7 weken bij hierdie naweek en jy gaan hem afzetten. Ja, man. Maar wat wil jy met ek doen? Liefies wees en kroon maak of niks verkeerd is. Wat jy vat die koek, ek zweer. En dat 'n week voor ons grens toe gaan. Ja, jy is so klein, jy maak my siek. Maar ek het niet sê, ou dier. Hoe my dooie lichaam gaan nie met hem praat die naweek. Daarvoor sal ek sorg. Toe maak jy nie sy loskryf. Bel verdrijf. Sluip in elke sot in die dorp, maar los af Frans uit. Het jou nie op nog eens die leven nodig hier. Denk jy ek sien uit na die naweek? Ek wil Frans net so min seer maak soos jy. Misschien sal ek jou later vertel. Maar op die oomblik. Ik ben sorry, sister. Ik had niet bedoeld om met jullie te klinken. Maar Frans, is je alright? Ja, ik is alright. Goed. Ik weet als iets fout en ik probeer het wat. En ik weet niet wat verkeerd is. Maar ik heb die idee. Je hebt bij haar geslapen, oké? En het is net al geweet dat haar begin klaar is al. Het zei zo gezegd. Je zei niet zo gezegd niet. Maar ik zie het toen niet. Maar ze gaan je afzien als je daar komt en ik voel vieren voor jou. Je hebt een misbruik gemaakt van haar. Maar je weet precies wat je doet. Wat jy nie van gesê wat ek... Ek het nog gesê nie, man. Ek is nie op woorde nie. Sê haar self. En as jy nie kan kry nie op woord, gaan sê by Dreyer. Fuck! Hallo! Ons het reëlings vir jou getref vir die Christelike Maatskaplike Raad. Hulle reël alles. Jou huisvesting tot die tyd kom. Die bevalling en die aanneming daarna. Hoe lank voor die tyd moet ek gaan? Ek sou sê, jy moet so lank as moontlik jou lewe normaal voortsit. As ek net met Frans kan praat. Ek
wil nie die kind hê nie. Ongelukkig het jy geen ander keuse nie. Moeilijkheid in je rol nodig. Wat verkeerd? Ken jij je dokter wat? Ik zal jou helpen, ja, maar niet voor Moelman. Lijkt jou niet moeilijkheid gekregen dat hij nou toezien? Ik zie hem. Ik heb niet weggehaald, dan zit je niet te vervangen. Dat is ook jammer. Het is net te skielijk. Hoe kom je dit gaan doen? Leen, ons gaan al uit van jy en staat 9 is. Dit is al amper 4 jaar. Ek het gedink as ek klaar is, ek gaan ons trou, jy en ek. Hoe kom jy dit gedoen? Wat het met jou oor Frans praat? Hy het nog nooit niks vir jou gevoel nie, en jy het nie eens agtergekom. En nou dat jy in die moeilikheid is, nou gooi jy jou weg soos 'n stikkende speelding. Niks te doen met waar my dogter is nie, verstaan? Jy bly weg van haar af. Sy het jou nie in haar lewe nodig. Mevrou, asseblief. Ek verstaan nie. Ek dink jy verstaan heeltemal goed, meneer Moorman. Ons weet wat jy met ons dogter gedoen het en ek waarsku jou. As jy moeilikheid soek, sal jy moeilikheid kry. Dit is die DNC, is 'n gewone operasie. Jy behoort oor 2 dae weer uit te wees. Is jy bang? Jy behoort geen probleme te hê nie. Dit is 'n gewone kliniek en Smit is 'n goeie spesialis. Die operasie is 'n routine ding onder steriele omstandighede. En as hy gevang word? Daar is geen rede hoekom hy in die moeilikheid sal wees as jy stil bly. Ek is jammer ek beland jou in so 'n dreier. Helene, ek sê hoe vat soos jy is. Ons kan trou en jy kan die kind hê en ons kan hom groot maak soos ons eie. Nee. Vertrou jy my nie? Ek sê vir die res van my lewe nie weer die oog kan kyk nie, Dreyer. Is dit al wat pla? Nou wat pla dan nog? Dat ek vir Frans lief het. Ek weet nie hoekom ek jou nog help nie. Eindelik behoort ek jou te los laat Moman self sien en kom klaar. As dit nie vir Helene was nie. Oké, jy het jou punt gemaak. Man, het my ma het aan vir jou weer nie, maak sy vir Helene vrek. My sjef is buitendien ook zeer. Ek het jou by ons huis aangebring. Dit sjef is morgens die laatste wat ek al kan sien. Alright.
Maar jy kry haar nie na by ons huis, okay? En as hy nie wil gaan nie, dan sy nou maar net sorry vir jou. Jy hoort jyppies man, thank you. Thanks for niks, pal. Hallo, Julien. Hallo, Frans. Wat het gebeur, Julien? Wat is... Ek sit al weer nie. Chappie, so skielik kom ek my en jy ontwijk my. Nee, maar maak of ek een misdadiger is. Ek en jy is nie vreemdelinge van mekaar. Ek hoor jy dat hy morgen grens toe. Geen. Ons is nie kinders. Wat bekeer? Ek het tyd gehad om te dink, Frans. Alles het is skielik gebeur. Ons het dinge gedoen wat ons nie moest doen. Alles het sommer te ver gegaan. Ek kan het nie geloof nie. In die detentie. Ek het net geleef vir hierdie naweek. Ek het elke oomblik wat tussen ons was probeer onthou. Nee, Frans, asseblief. Ek het agtergekom ons twee. Ons ken mekaar net 'n paar dae. Maar dit is my gevoel of ek jou my hele lewe lang geken het. En nou dit. Ek kan het nie geloof. Dit is die waarheid, Frans. Jelentjie, al het jy my nie meer lief nie. Vertel my net wat gebeur het. Hoe het jy my hulle uitgevind? Ek het hulle vertel. Kon jy dit met ander mense bespreek? Jelentjie, hoe kon jou gevoel sommer net so doodgaan? Is het Dreyer? Ek en Dreyer gaan trouw, Frans. Ons was 4 jaar gekuis vir jy. Dit wat tussen ons was, dis om mekaar verliefd, beteken eintlik niks. Dit is voorbij. Van jou te maken voor mij. Laat er niks meer om te zien. Dus je in. Ik wil terug aan Frans. Ik is klaar laat. Tot ziens, Frans. Helene. Voor jylle op Grootfontein. Wat is een groot drama, is het ook hier? Beloof, hallo, kind, as jy so sterk, daar hou vroeg. Wat maak er aan my op, dit nou krijg op Christmas?
lang pad, hè? Jacob. Een stukje was, hè? Dank je, kapitein. Ik wil niet met jou de vaart bezig met inmenging, hoor, man. Maar je hebt persoonlijke problemen te oplossen. Ik schat zo, kapitein. Het is jammer dat je in de 16 minuten praat het niet. Dus kon die detentie dag voor mij geweest. Als je weer problemen ondervindt, wil maar. Onthoud die Wehrmacht een paar mensen om bereid te zijn om te helpen. Dank je, kapitein. Dag, kapitein. Ik zie je net, die reling is klaar getreffen en het niet makkelijk gegaan. Als je nu kanseleert als het finaal verstand, dit goed. Dan kom je niet morgen weer terug naar mij toe. Leer toch niet verstand, alsjeblieft. Ik verstaan. Jij hebt gezien je het finaal besluit. Wat denk je, is ik een gek? Lief mij kwaad worden, dreig, alsjeblieft. Dat is mij, wat is je probleem dan, onschielijk? Het is een zonde wat ik wil doen, dreig. Maar nou kan je zonde zo wat. Weer een klein zonnetje op die in een hele leeftijd met een buitenechtelijke kind op je geweten. Oké, goed, wat moet ik doen? Wanneer is die bed bespreken? Hij doet je vijf hier vandaag. Ik zie, kom maar. Nee. Nee, dank ik. Ik zal zelf daar ik ook wel. Dat helpt niet. Ik vind het helemaal net een meisje, man. Oké, Bel. Ik heb de linkje beloofd. Maar dat is niet zeven samen met jouw groep en Danny met Rainy. De. Dat je die brief krijgt, alles voorbij. En ik bid dat je me eendag zal vergeven voor wat ik gedaan heb. Ik heb jou lief, Frans. Niks het ooit veranderd, al heb ik wat gezien. Wanneer je die brief leest, is jouw grootfontein. Ik heb dinsdagmiddag een abortie gehad. O, Heere, mij vergeven. Kom je niet meer kijken wat ik ons kind vermoord niet. Ik niet weer van je hoor, niet zal ik verstaan. Maar ik zal het tijdje zo met jou nooit vergeten. Mijn hart zal ik altijd aan jou blijven, Frans. Ik is zo vreselijk jammer dat dit moest gebeuren. Liefde, Lilian. Hij mag niet nou maar! Frans, alsjeblieft, man! Kom! Nou ik was een weeskind, man. Ik laat het niet met mij kind doen, he. Hoe kom
Hoekom het jy my nie gesê van die besigheid nie? Hoe moes ek miskien weet? Wel, wat gaan dit hier maak jou, Jakkals? Ons vermoed was albei Pretoria toe. Weerman Frans Moelman, ligte hare 15 duim lang. En Weerman Shell de Villiers, eilhare op 15 duim lang. Ja, ja, alles albei in uniform. As julle nie daar kry nie, gaan na die SAP toe en rapporteer dan. Ver ons weet dat hy agter Moelman aangaan het. Kan hy aan geen ander familie dink waarheen hy seun kon gaan het nie. Miskien
Misschien aan mijn dochter in Pretoria, maar... Nee, ik het vergeet zijn skap toe. Nee, meneer, ik weet rechtig. Is hij doodzeker? Ja, meneer. Als Frans Moelman naar Jelena toe is, hij daar vandaag groot moeilijkheid, dit zeker. Ik heb in de laatste tijd zo baie dingen verkeerd gedaan. Met jou en met die luchtmacht. Maar ik denk dat was nooit een rare ander uitweg voor ons gemeen. Misschien weet je dat. Maar ik wil het voor je zeggen. Ik wil niet meer trouw voor je baba niet. Ik wil meer trouw omdat ik jou lief heb. En ik wil even het weer. Ik weet het. En dat hij allemaal hier tegenwoordig als getuige zal roepen dat hij haar neemt als uw wettige vrouw. Ja. Helene de Villiers, verklaar u dat zover u weet dat rechtens geen beletsel is niet tegen uw voorgenomen huwelijk met Frans Gerard Moelman hier tegenwoordig. En dat hij allemaal hier tegenwoordig als getuige roept dat hij haar neemt als uw wettige man. Getrouwd, pa. Ja, ik weet een huwelijk is nietig. Helene, je komt samen tot huis. Nee, papa. Ik blijf bij Frans. Net voor jou inlichting. Die politie zoekt naar hem. Je hebt een onverantwoordelijke, onbesonnen ding gedaan en nu wil jullie ons met dit condamneer. Nee, dankie. Ons gaan vanmorgen hooggerechtshof toe. Als pa dit doet, dan is ik klaar met pa. Dan moet pa mij nooit weer pa zijn kind noemen. Ja, ik zou mij niet door jou laten voorzien. Hoe pa van nou alleen zijn leven voor haar verwoest. Zonder om een oog te knippen. Een hofbevel. Dat is al wat pa verstaan en verre niks. Hoe denk jij met wie praat jij, hè? Charles, alsjeblieft, Charles, je pa heeft niet zo. Nee, los mij ma. Gaan liever jullie eigen leven. Met jullie is ik vandaag klaar. Charles, je verstaan. Alsjeblieft. Als dit is hoe zijn liefde ver. Dan wil ik niks daarmee te doen. Nee. Als het niet voor Frans was, heeft Helene gisteren een abortie gehad. Hij is van een trein afgesprongen toen hij hem nodig gehad had. Nou, dat is meer die soort liefde waarvoor ik respect heb. Cheers. En moet niet worry nie. Hij zal oké wees. Als het Chappie's om niet die slag kan oppassen, dan zou Chappie's zijn zombie. Bye.